toch wel een nieuwe wereld opengegaan. Ik ben 6 jaar schepen geweest, dat was al druk. Ik ben nu 1 jaar burgemeester en je merkt toch dat dat een functie is die nog een pak zichtbaarder is. Men leert heel veel nieuwe mensen kennen, mensen spreken nu ook veel gemakkelijker aan. Maar het is intens, maar zeer leuk. Het is wat ik ervan verwacht had. Dit was moeilijk. Dit was vooral moeilijk omdat het nieuw was. Het is voor de eerste keer dat een gemeente, alle lokale besturen, 6 jaar vooruit moeten plannen. Dat is een andere manier van denken, dat is een andere manier van alles invullen. Ik moet ook wel heel oprecht onze diensten bedanken. Want ook voor de administratie was dat een nieuw gebeuren. Maar die is zeer mooi afgerond en ik denk dat we in Schoten trots kunnen zijn op het resultaat. Want het ziet er zeer goed uit. Wel, ik kan de Schotenaar op dat punt geruststellen. We hebben in de gemeenteraad van november de belastingen, ook iets dat nieuw is, hebben we kunnen vastleggen voor de volledige legislatuur. En de grote belastingen, de aanvullende personenbelasting en de opzendtiemen, blijven gelijk. Dus er komt daar geen belastingsverhoging. Het zijn moeilijke tijden en we moeten ook die eerlijkheid hebben om te zeggen, we hebben een aantal retributies, een aantal lokale, kleinere belastingen. Die hebben we licht aangepast en geïndexeerd waar nodig. Schoten heeft veel personeelsleden, zowel in de gemeente als op het OCMW en de politie. Wij kunnen rondkomen deze legislatuur zonder dat we naakte ontslagen moeten doorvoeren eigenlijk. Dus de mensen kunnen gerust zijn, ook de dienstverlening zal blijven bestaan. Wel gaan we een aantal mensen die tijdens de volgende 6 jaar op pensioen gaan, niet vervangen. Dat moeten we nog inpassen. De namen zijn daar nog niet van gekend. Maar we gaan een aantal mensen niet vervangen. We gaan proberen efficiënter te werken met de mensen die we hebben. Maar er komen dus geen naakte ontslagen. We gaan inderdaad veel investeren. Ik denk zelfs historisch veel. Op die meerjarenplanning staat voor 33 miljoen aan investeringen. Doe daar nog de investeringen bij die onze partner, onze rioolpartner Riolink gaat doen in Schoten. Nog eens een 11 miljoen. En ook het OCMW. Ik denk dat we aan een kleine 48 miljoen komen. En dat is inderdaad historisch hoog, maar we willen dat ook doen. Een gemeente moet blijven investeren in zijn patrimonium, maar ook in zijn wegen, in zijn infrastructuur. En het is misschien eens iets nieuws, maar verspil nooit een goede crisis. Het is inderdaad crisis, maar door te investeren in een crisis is de gemeente ook een motor in de lokale economie. En dat willen we ook zijn. In de eerste plaats tonnen gezondheid, veel geluk en heel veel voorspoed in 2014. Namens mezelf, maar ik denk dat ik ook mag spreken namens het volledige gemeentebestuur van de gemeente Schoten.